Yo, kijkers van Online Games en welkom weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survive. Goed jongens, gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk weer verder met ons kasteel. Laten we nog gaan. Hoe ver dat we kunnen, ja. Na die hebben we nog 5 afleveringen te gaan. En dan moet het kasteel af zijn. En het is zo weer een beetje bijna af, dus laten we gewoon lekker beginnen. Goed, ja, doe maar lekker, goed, ja, goed, ja, ja. Kijk eens aan. Onze prachtige kasteel. Wat moet er gedaan worden? We hebben fakkels, dat hebben we. We hebben deze zo er tegenaan. Ik heb ook hekjes nodig. Het liefst zijn, dit zijn toch witte hekjes? Ja. Het is wel levensgevaar. Is het niet een slim idee om dit gewoon dicht te gooien? Dat weet ik zo niet. Nou goed. Zie je wel, ik heb hekjes nodig. Ik heb geen hekjes, nee. Dan moet ik die even gaan maken. Ze moeten van wit. Witte hekjes. Goed, dat komt helemaal goed. Netherbox in. Dan moeten we die gaan maken. Stokjes hebben niet. Laten we de rest van het hout gewoon stokjes. Berkenhout, dat is without, hè? Laten we kijken hoe ver dat we hiermee komen. Berken. 18, dat is zo denk ik. Nou goed, laten we eerst kijken of het er wel mooier uitziet. Want met die fakkels gaan we het ook niet redden. Zo. Oké. Dan gaan we even kijken of dat er wel mooier uitziet. Kijk. Of zag het al Amy? Moet ik gaan stappen, kan natuurlijk ook. Kijk. Zo. Op zich heeft dat wel. Of gewoon hacken. Kan natuurlijk ook. Laten we de hekken gewoon eraan vast plakken, kijken wat hij zegt. Of dit mooier is. Ja, ik denk dat het beste is dat we dit gewoon als hekjes neerleggen. Nou, dat die stenen niet gaan doen, want dat hebben we daar al, dus het heeft eigenlijk helemaal geen zin. Laten we dat gaan doen, gewoon hekken eromheen. Is het beste. Ik denk van wel. Goed, oké. Dit zijn ook nog berkenhout. Laten we daar. Ja, laten we dit gewoon 2 stacks van maken. Ja.
kijk, dan doen we hier één stap terug erin. Zo. Ik zou het eigenlijk niet voldoende hebben. Zes en dat zou wel voldoende moeten zijn, hoop ik. Zo. Even dat geluid wat zelf nog piept in mijn oren. Oh. Oh nee, we moeten helemaal niet hebben. Wat hier? Kijk. Je kunt er wel zo doorheen. Dat. Ik ga het vervelen. Misschien moeten we dan hier zo een. En dan moet dat. Wat is nog even? 36. Ach, om hier. Die deurtoren die gaat daar weg. Sterker nog, die moet weg. Die moet, die gaat. Die gaat sowieso weg. Kijk. Hier zo, zit hij er tegenaan. Dus eigenlijk heeft er geen enkel zin om daar hekjes in te zetten. Maar als je dit zo leeg doet, dan ziet het er ook niet mooi uit. Kijk. Als we dit nou gewoon zo neerzetten. Zo op slot. Dan wil ik fakkels erin hebben. Om de twee. 1, 2. Zo, 1, 2. Gewoon elke keer nu gewoon twee overstaan. Niet 1, maar 2. Eén, twee. Mooi. Om het hoekje. Perfect. Nu dat die daar ook om het hoekje gaat. 1, 2, die. 1, 2. Nou, het komt eens een keertje mooi uit. Geen één overgeslagen, nee. Ah, het is wat je wat minder. Hé, hey, ik kom er twee tekort, maar het komt wel precies uit. Kijk, 1, 2, hier zat er eentje moeten. En dan daar. Maar ik kom er twee tekort. Hoe gaan wij dit doen? Op zich zal dat. Ja, we kunnen er ook een tunnel van maken. Dat we juist deze weg doen. Niet mooi uit. Maar goed. Dan zetten we hier gewoon een blokje neer. Ik kan natuurlijk ook. Ja, doe dat. Laat weer een blokje neerzetten. Dus. Zet. Nou, nee. We zetten daar ook gewoon een fakkel neer. Zo, ik heb twee fakkels nodig. Het begint donker, dus laten we snel even gaan slapen. Naar mijn huis te hollen. Zo. In januari denk ik dat ik dit spel op easy ga zetten. Ik ga het toch proberen hoor. En dan kun je volgens mij instellen dat creepers niet je huis laten opblazen. En dat ze geloof ik ook niet gaan, niet ontploffen geloof ik. Ik weet niet. Ik heb twee, heb ik stokjes? Nee. Heb ik hout? Ja. Kool zit daarin. Deze is dat.
Stokjes 4 is voldoende. Nemen we al die kool mee. Verkeerde. Licht. Dit noemen ze een emmer, oké. Okay. Tevreden. 29 kool. Dan moeten we toch binnenkort op kooljacht gaan misschien. Althans, ik heb daar in de smelterij. Smelterij heb ik ook nog allemaal kool zitten. Dus op zich komen kool niet tekort. Zo. Ho. Op. Kijk. 1, 2. Die 1, 2. Dan doe ik die. Kijk. Dan lopen we eigenlijk zo. Dan komt het bij niet. Ja, hier wel. Hier is niets, maar. Ik ga ervan uit dat er niemand hier vanuit boven nog gaat springen. Kun je niet lopen? Springen, oké. Waar ik loop goed, dit loopt ook prima hier. Zie je niks? Dit ziet er prima uit. Overal fakkels. Dit, daar moet ik nog misschien wat aan gaan doen. Laten we dat dan maar meteen gaan doen. Want op zich ziet het er wel zo'n beetje als af. Overhaam dat je bijvoorbeeld hier uit een deur neerzet. Of vanuit hier een deur erin. Gewoon hier enkele deur. Nou, als ik hier de hoek naar zo kijk, kom je hieruit. Zie je dat? Dan kom je echt gewoon in een geheime kamer. Gaan we er dan onderdoor of maak ik gewoon hier? Zo. En ja, een deur. Dit hout. Heb ik hem. Wat voor kleur hout is dit eigenlijk? Moet ik even kijken. Dat is nu dit hout. Nog donker hout. Ja, er zit. Oh, oh ja, nou, wacht, nu weet ik welk hout. Ik weet het mooi, ik weet het. Hebben we ook een deur nodig? Dat kunnen wij niet toevallig een ijzeren deur. Dat je op een button moet klikken. Dat die button zogenaamd de code is, dat kan. Hier wel. Een blokje moet, dat is deze. Laat die ook meteen meenemen. Kunnen we een ijzeren deur. Waar heb ik mijn ijzer liggen? Hier? Ik heb toch wel ergens ijzer liggen. Is dat zand? Hier, kijk, 11. Daarmee zul je wel een ijzeren deur van kunnen maken. Button. Maak een button. Kun je die ook van ijzer maken, een button? En dan
knop. Ik heb nog één zo'n houten blok nodig. Nee! Oh, echt waar, man. Ja, ik heb geen steen. Hebben we ergens een... natuurlijk, die zit gewoon hier. Hier steen. Zie daarin. Oké. Nog een put, eentje voor binnen en eentje voor buiten. Is er nog licht? Ja. Ja, we gaan toch zo mee stoppen, jongens. We gaan die deur erin mikken en dan stoppen we. We gaan kijken wat we dinsdag kunnen doen om 1:30. Dan moeten we die pad ook sowieso doortrekken. Hier komt dus de dingen. Dan komt. Zo, ja. Hier komt die, kijk. Zie je? Ik kan er dus nu niet meer in. Dat betekent dat ik sowieso hier een button erin ga doen. Hoe? Knop wordt gebruikt om je stroomstoot te produceren bij inbreng. Zie je? Je moet dus mee. Dus als je gaat, moet je wel heel snel gaan. Indokken. En je bent binnen. Nou blijf hangen. Oké. Dan moet sowieso dit ook aanleggen nog. Maar ik denk dat we maandag dat we sowieso hier misschien een kleine opslagruimte gaan doen. Ah shit. Hey, kijk op. Kijk, zie je dat we hier nog een kleine opslagruimte gaan doen, dat dit toch wel een beetje gebruikt wordt, dit kasteel. Alleen ja, je kunt het bijna niet zien. Ja, vanuit buiten kun je dat goed niet zien. Maar vanuit binnen wel. Dat dit toch wel een beetje wordt gebruikt. Lampen hoeft denk ik niet. Denk van niet. Nou goed. Het komt allemaal goed. De vlaggen die moeten ook een plek hebben. En op zich is het kasteel op zich aan de buitenkant denk ik zo goed als af. Binnen, want we hebben hier ook nog een toren. Want ik zat te denken om die glowstone ervan af te halen en dan een grote vlag erin. Stop, kijk hier. Kunnen we natuurlijk ook een aantal kisten kwijt. Hier ook misschien. En dan is dit eigenlijk de plek. Voor naar buiten. Kijk. Wat een ruimte je toch ziet. Geweldig. Goed. Goed. Op zich ziet dat prima uit. Hier kun je ook net door. Het is wel hier dicht. Hier kun je ook een prima door. En op zich ziet dat er prima uit. Oh, verkeerde. Ja, dit is wel... Eén oranje, dat is misschien iets jammers. Nou goed. We hebben dus hier een poort. We kunnen er mooi doorheen. Die blijft gewoon zo open. En op zich vind ik het mooi geweest. Goed, kijkers. Ik ga hem hier onder aan de trap afsluiten. Kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot dinsdag om 1:30 daarna, jongens. Mazzel!